Goedendag en welkom bij een nieuwe aflevering van Q-Time. Ik praat vandaag met mevrouw Roos Willemsberg. Zij is van Action Coach Suriname. En Action Coach Suriname introduceert een nieuw onderdeel van het hele Action Coachings traject. En dat is namelijk de Book Club 101. Het geeft een andere naam. Business Book Club 101 is de exacte naam. En natuurlijk moet ik het goed aankondigen voordat we met mevrouw Willemsberg gaan praten, waarin zij ons wat meer gaat vertellen over het initiatief. What needs a little Q-Time? Goedemorgen, Roos. Welkom in Q-Time. Goedemorgen, Odette. Long time. Inderdaad, leuk om je weer te inderdaad. Zien. Inderdaad. Maar zo zie je, klein Suriname komen elkaar altijd toch weer tegen. Ja, precies. Ja. Vertel ons wat meer over het Action Coach programma. Jij bent een Action Coach al enige tijd. Wat houdt het Action Coach programma precies in? Nou, Action Coach over het algemeen is dus een business coach, zoals ik dan ben, en is van Action Coach, die helpt ondernemers om hun bedrijf eigenlijk te laten groeien, verbeteren, eigenlijk anything wat een ondernemer wil realiseren, daar ben ik dan een hulp bij om ze dan te helpen dat te doen. Maar als een coach, dus ik doe het niet voor ze, maar ik geef ze wel de tools en de ondersteuning om dat te doen. En een van de tools die ik altijd aan wat voor ondernemer ook geef, of het nou het is een klein bedrijfje met 2 medewerkers of een groot bedrijf met miljoenen omzet en 10, 20 of 30, soms 100 medewerkers en meer, is altijd boeken om te lezen. Oké. Okay. Ja. Ja, en soms denk ik altijd, ik denk vaak genoeg van oké, deze hebben het niet nodig, maar na een paar sessies dan heb ik echt zoiets van oké. Weet je wat? Doe maar. Kijk, toch. Weet het? Misschien moet je dat even lezen, dan krijg je een beter beeld van wat er hier aan de hand is. Ja, oké. Okay. Eigenlijk komt het neer op leren van andere mensen hun ervaringen. Ja, daar komt het op neer. Want kijk, wat ondernemers zich vaak niet realiseren, en ik was er zelf ook een van, dus ik praat echt in het algemeen hier, is dat bijna iedere fout of bijna iedere situatie, en zelfs die gekke situaties die we hier in Suriname tegenkomen, zoals hyperinflatie en een gekke economie, corruptie, dat zijn natuurlijk hele specifieke problemen, maar ook de doorsnee ondernemersproblemen zoals moeilijk mensen vinden, een beetje marketing, je finances, allerlei gekke dingen die op je pad komen, hoe los je dat op en waar ligt het allemaal aan, dat die al een keer door zoveel andere mensen zijn doorgemaakt, dit hebben we ook meegemaakt en zijn dan maar opgelost. Dus in plaats van het wiel opnieuw uit te vinden, kun je gewoon die boeken lezen. Dus het is een hele slimme en eigenlijk een hele goedkope manier om aan je bedrijf te werken. Ja, in principe is het patroon is hetzelfde van de situaties die ondernemers tegenkomen. En leer een keer van de fout van iemand anders, dan hoef jij die fout niet zelf meer te maken. Of in ieder geval die fout maken, maar de oplossing dichterbij hebben. Precies. En deze digitale tijd ook, zou je... Maar het meest waardevolle is dat het je helpt in de toekomst om bepaalde dingen te voorkomen. Want wat al is gebeurd. Maar voor de toekomst kan je dan natuurlijk betere beslissingen nemen. Mm-hmm. Oké. Okay. Maar in deze tijd waarin mensen juist zeggen minder lezen, minder boeken verkocht, alles is digitaal, elektronisch, dat we dan toch naar een boekenclub gaan. Eigenlijk moet je de mensen sturen om naar een audioboek te luisteren. Ja, je hebt het heel goed gezegd. De tijden veranderen en mensen veranderen mee. Daarom is het ook een hele moderne boekenclub. Het is een boekenclub waarbij in het standaard pakket je de boeken elektronisch krijgt. Dus je kunt het op je e-reader lezen, op je telefoontje, wat ik niet aanraad, want het is niet zo best voor je ogen, maar sommige mensen doen dat gewoon. Of op je tablet. Je kan beter een Kindle-boek, maar dat is rustiger voor je ogen. Maar je krijgt ook een luisterboek. En heel veel ondernemers die vinden luisterboeken heel prettig. Waarom? Omdat ze bijvoorbeeld ernaar kunnen luisteren terwijl ze naar het werk rijden of aan het lopen zijn thuis op hun loopbaan of in de gym zijn enzovoort.
Dus een luisterboek is wat dat betreft heel makkelijk om in te schuiven, zonder dat je heel veel echt tijd verliest. Dus heel veel van de ondernemers die ik coach, die hebben gekozen voor luisterboeken. Dus daarom hebben we een pakket elektronisch en gewoon PDF of Kindle format luisterboeken. En wat ik in de praktijk zie, dat er altijd toch een paar mensen zijn die zeggen van ik wil dat boek houden, toch hè, in mijn voelen. Hand, ja, ik begrijp dat. Ik ben voelen, zo één. Ik wil dat, ja, ja. Dus we hebben dus ook voor die hebben we dan een optie. Dat je dus dat boek kan lenen voor de periode. Tegen een heel klein bedragje. En dan, of als je het wil kopen, kan je het dan ook kopen. Mm-hmm. Dus okay. Eigenlijk hebben we alle drie opties voor de mensen. Voor de mogelijkheid. Maar wat houdt de Business Book Club 101 precies in? Wel, het is een assortiment van 10 boeken. En eigenlijk zijn dat de boeken die ik iedere ondernemer aanraad om te lezen. Omdat het zijn echt de boeken die de basis leggen van het ondernemerschap. En het is dus niet, het is een mix van verschillende dingen. Het is een mix van persoonlijke ontwikkeling, dat je dus ook moet groeien als persoon. Maar het zijn ook de basisdingen zoals hoe werk je aan discipline, waar moet je op letten bij sales en marketing en wat zijn de belangrijke dingen als je op zoek bent naar goede medewerkers enzovoorts. Hoe kijk je tegen finances aan? En dan heb ik het niet over de boekhouding doen, maar gewoon je geld qua investeringen en output en dat soort dingen. Dus het zijn echt gewoon basisboeken die iedere ondernemer. Het is informatie die iedere ondernemer of mensen die van plan zijn te ondernemen moeten hebben om een goede basis te leggen en daarop kan je dan verder bouwen. En het is hoe het werkt, is dat we dus met z'n allen gewoon elke maand één boek gaan lezen. En dan hebben we dan verschillende groepen en dan bij de boekbespreking gaan we dan erover praten van wat wil je toepassen, wat heeft je bijzonder geraakt, wat herken je enzovoorts. En omdat er verschillende mensen zijn, iedereen haalt wat anders uit de boek. Dat is heel grappig. Je kunt hetzelfde boek lezen met 10 personen en alle 10 personen halen wat anders uit hetzelfde boek. Ja, het heeft een persoonlijke referentiekader, hè? Dan hoor je dan verschillende invalshoeken. Ja, dat is heel leuk. Dus dat gaan we dan doen op de maandelijkse meeting. En dan gaan we dat inleiding geven naar het volgende boek dat we lezen. En zo gaan we dat iedere keer weer doen. En natuurlijk omdat het allemaal ondernemers zijn. Leer je andere ondernemers kennen, ik kan een beetje netwerken enzovoort. Dus het heeft eigenlijk een dubbel doel. Netwerken en jezelf een beetje bijspreken. Oké, dus in principe word je dus lid van de Business Book Club. Eén keer in de maand kom je bij elkaar. Iedereen moet voor die maand hetzelfde boek lezen. Ja. Klopt. Ja? Oké, okay, en dan gaan we aan het einde van die, dus in die sessie wordt dan het boek besproken en wat zij zeg maar als individuen binnen hun eigen sector eruit hebben kunnen halen. En het mooiste is natuurlijk als je elkaar kunt vertellen waar je aan te committeren om toe te passen. Want je hebt niks aan een boek als je niks eruit haalt om echt toe te passen. Je moet wel proberen in ieder geval om iets te doen met die informatie. Oké. Okay. Ja. En is daar ook een follow-up aan verbonden? Dat de mensen ook echt getoetst worden om te kijken als dat het werkelijk is gebeurd en hoe het resultaat is geweest? We proberen het, want je zult natuurlijk de kost geven die zeggen van ik heb het boek gelezen en nooit één letter erin hebben gekeken. Uittreksels zoals op de middelbare school deden. We hebben allemaal wat systeempjes ingebouwd. Waar ik zeg, we maken een plan met je en dan hebben we ook een systeempje dat we echt gewoon ook, weet je, op een vriendelijke manier, hoor, want we zijn allemaal volwassenen, dus we zijn gewoon geen juffrouw spelen, maar op een vriendelijke manier wel een beetje accountability doen om te kijken van, ja, maar doe je het echt en oké, zo ja, wat heb je, weet je, wat ja. heb je jezelf uit, weet je, even ja. te kijken van, ja, oké. Hebben ze wel wat gedaan. De Business Book Club staat dus los van het Action Coach traject. Hè? Dus in principe kunnen de mensen ook gewoon alleen bij de Business Book Club lid ja. zijn, zeg maar. Mm-hmm. Ja? En hoeven niet per se een Action Coach traject in te kunnen. Dat is natuurlijk ook wel mooi. Ja, want ze krijgen dan toch wel die begeleiding. En het is heel laagdrempelig.
Ja. Ja, want om een coach in te huren, dat kost het wel. En dit is heel laagdrempelig. Het kost $35 per maand all in, weet je. En als je met een groep mensen komt, dan is het nog minder, want dan krijg je groepskorting. Dus het is heel laagdrempelig. En daarom hebben we het ook gedaan, omdat we merken toch dat de economische situatie, alles eromheen met corona enzovoort, heel veel ondernemers toch in een hele best wel moeilijke situatie heeft gebracht. En hiermee kun je de mensen toch iets geven om mee te werken, zonder dat ze een hele, zeg maar, zak geld moeten meenemen om die kennis tot zich te nemen, of die hulp. Ja. Oké, hoeveel plaatsen heb je nog in de Business Book Club openstaan op dit moment? Hoeveel mensen kunnen zich nog aanmelden en wanneer starten jullie? Ja, de mensen kunnen zich aanmelden via de website. En we hebben een Business Book Club aanmeldwebsite. En of ze kunnen ons bellen, dus Action Coach, 471140 kunnen ze contact met ons opnemen, of ze kunnen naar de Facebookpagina gaan, daar staan onze contactgegevens, daar kunnen ze contact met ons opnemen. De introductiesessie is 9 december, dat is eigenlijk open voor de mensen die ze hebben aangemeld, maar ook mensen die even willen komen kijken van wat is het precies, want dan kun je gewoon, en we hebben dan zeggen van oké, dan krijg je de eerste 2 hoofdstukken van het boek waarmee we gaan beginnen, krijg je daar mee, weet je, dan kan je een beetje, als je de smaak te pakken hebt. En dan kan je alsnog beslissen om mee te doen. Dus de introductiesessie is op 9 december. Om 5:30 beginnen we. En dan is het aan ondernemers in het ondernemershuis aan de Wulfingstraat. Is iets voorbij de DSB Bank. Is een kleine straatje daar na de kathedraal. Daar heb je zo'n complex. En dan starten we en dan hebben we dus de eerste boekbespreking op in de 3e week van januari, want we hebben er niet op gerekend dat mensen echt gaan lezen tijdens de feestdagen. Dat wordt een beetje moeilijk. Dus de eerste maand is echt eigenlijk bijna 2 maanden. Oké. Very nice. Ik heb nog 100.000 vragen over zijn de boeken handpicked voor een beetje, toch een beetje herkenning voor de Surinaamse situaties. Hebben u daar ook een beetje op gelet, wat de selectie betreft? Het eerste boek waarmee we beginnen is Leading an Inspired Life. Die laat eigenlijk zien dat wat de situatie ook is, hoe slecht het ook is, eigenlijk jij als ondernemer eigenlijk de verantwoordelijke bent. Hoe zeg je dat? Alles wat je in je bedrijf ziet, is een reflectie van wat jij als ondernemer bent. Toch? Dus het helpt je om meer verantwoordelijkheid te nemen en het helpt je ook om de discipline op te bouwen die nodig is om door deze moeilijke situatie heen te komen. Want dat is eigenlijk de kern. Om je niet te laten afleiden door al die 100.000 dingen die er om je heen gebeuren, maar om toch gewoon gefocust te kunnen blijven op de meest belangrijke dingen die je nodig hebt om te surviven. Okay. Dus dat is een heel belangrijk. Eigenlijk is het eerste boek eigenlijk het meest belangrijke boek. Om mee te, daarom begin ik er ook mee, om te lezen. Okay. En de reden waarom ik daar ook mee begin is omdat de oprichter van Action Coach praat altijd over dit boek en de ontmoeting die hij heeft gehad met de schrijver van dit boek, die heeft gemaakt dat hij zo succesvol is geweest. Mm-hmm. Omdat hij als jonge persoon zei hij tegen, wat moet ik doen? Ik wil een succesvolle zakenman worden, ik wil heel rijk worden. Dat was die ventje van 18 of 19 jaar. En Jim Rohn keek hem echt zo aan en hij zegt, son, read a book a week. Dat was alles. Oké, we gaan starten met een boek per maand, Roos. Wat zei je? We gaan starten met een boek per maand. Laten we daarmee starten. Ja, dat is inderdaad. Als je geen boek per week doet, dan je een boek per maand lezen. Ja. Maar het is, het is een heel mooi initiatief. En de mensen kunnen contact opnemen met Action Coach. Je zei het ook wel, ze kunnen bellen of ze kunnen naar de Facebookpage gaan om zich aan te melden. En daar rekening mee houden dat op 9 december er in
introductiedag is, om te laten weten hoe dit precies in elkaar zit en om kennis te maken over hoe het werkt. Kom langs naar de introductiemeeting, zou ik zeggen. Ja, heel erg leuk initiatief. Very nice. Heel erg veel succes ermee. En laten we hopen dat we hier met dit initiatief een aantal jonge ondernemers kunnen bijstaan in hun traject van succesvol worden. Ja, dat hoop ik ook. Dat is echt ook mijn doel. Dankjewel voor deze gelegenheid dat je me hebt uitgenodigd. Abou. Prima, heel graag gedaan. Thank you, bye. Okay. Ja, fijne dag verder hoor. Dank je, zelfde, bye. Dat was dus een gesprek met Roos Willemsberg van Action Coach Suriname over de Business Book Club. Op 9 december starten ze dus in het ondernemershuis met de eerste introductiesessie. U kunt contact opnemen met Action Coach Suriname om meer te weten over dit initiatief of de Facebookpagina checken. Het is in ieder geval wel heel erg leuk. Het is een stukje netwerken. Het is misschien ook wel iets leuks om te doen waarbij je toch wel aan je bedrijf werkt, maar niet per se in je bedrijf werkt en daarmee ook lessen leert van andere mensen die in Suriname ondernemen en daar het beste uit willen halen. Bedankt voor het kijken naar deze aflevering van Q-Time en tot de volgende keer.